Het is niet het moment om de coronamaatregelen te gaan versoepelen. Dat heeft premier De Croo afgelopen weekend nog eens duidelijk gezegd. En dat geldt ook voor de eindejaarsfeesten. We mogen alleen vieren met het gezin. Geen grote groepen familie of vrienden rond de tafel. Dan is het op zijn minst vreemd dat sommige slagers opvallend grote bestellingen binnenkrijgen voor de feestdagen. Ik ben nu de laatste kippetjes aan het opvullen met tuinkruiden voor deze week. En vanaf volgende week zitten we in de kalkoen, dus het iets grotere dier. En zo begint volgende week de drukste tijd van het jaar voor slager Mark en zijn team. De eerste bestellingen komen al binnen. De eerste bestellingen zijn echt heel klein. Zeer veel gourmet fondue. Zeer weinig grote bestellingen. 1 of 2 heb ik gevraagd aan mijn echtgenoten. Maar wel expliciet gevraagd van kijk, maak zo kleine plateaus. We gaan hetzelfde eten met de familie, maar we gaan het elk apart gaan eten. Vanaf midden december bestellen de meeste klanten hun kerstgerechten. Toch zijn er nu al enkele slagers die bestellingen tot 20 personen krijgen. En dat roept toch wel vragen op. Dat was 4 keer 5 personen koud buffet. De bedoeling was dat de moeder normaal bij kerstdag deze altijd koud buffet. En de moeder ging die 3 andere schotels brengen bij de grootouders en bij haar dochter. Dus dat kan ook. De Beenhouwersbond raadt de leden toch aan om alert te zijn bij grote bestellingen. Wij zijn de politie niet, wij kunnen gewoon adviseren. En wij adviseren de klanten dat ze moeten een bereiding maken. Wij adviseren vandaag ook dat de slager in de covid-tijd zijn werk uitvoert en probeert zo goed mogelijk zijn werk te doen. Natuurlijk, als het normale bestelling is, ga je daar wel gaan op reageren. En dat is logisch. 8 plakjes, hè, mevrouw? Dankjewel. Al zal het volgens slager Mark wellicht zover niet komen. Ik denk wel dat ze aan de mimiek, ook al heb je een mondmasker aan, maar dat ze toch aan u gaan zien van ik vind dat niet fair, ik vind dat niet juist tegenover de medemens. Ik denk niet dat de mensen gaan de culot hebben dat ze gaan durven zeggen van ik moet hier 1 hebben voor 20 personen. Ik denk dat niet. Ik hoop het zelfs van niet. Voilà, zie.